spoedvrees hebben en de spoeling moet niet dunner worden. Als het om het geld ging, dan waren we elders. Makkelijk. Als het om het geld ging, dan waren we allang in actie over het geld wat wij niet krijgen. De laatste tariefsaanpassing dateert, voor de specialisten, dateert van september 2013. Het consulttarief ging toen van 120 naar 125 SAD. Zo lang al. Alles is ondertussen verhoogd en wij hebben gezegd wij doen het niet, omdat wij ook aan zelfordening doen, omdat er kennelijk een vreemde verdeling is bij de verschillende specialismen. Wij doen aan die zelfregulering. Dat verwachten we ook van anderen, ziekenhuizen, medische verzekeraars, zeker het SZF. Dat gebeurt niet. Als nu een groep van 50 Cubanen komen waarvan we weten, dat hebben we ondervonden, en dat kan je ook zo van het net halen, dat zij heel beperkt zijn opgeleid. Als het gaat om huisartsen, dan zou je inderdaad de huisartsen, de VRA daarover moeten vragen. De tak van de huisartsen in de VMS ook. Dan hoor je dat er kwaliteitsverschil is. Als het gaat om specialistische zorg, dan zien we dat er een gynaecoloog komt die geen bevallingen kan doen. Dat er een oogarts komt die, ik noem maar wat, alleen het ontstoken oog behandelt. En nu overdrijf ik misschien een beetje. Maar oogheelkunde in Suriname wordt door een oogarts in zijn volle omvang uitgevoerd. Door een gynaecoloog wordt de gynaecologie in de volle omvang uitgevoerd. In mijn vak is er handchirurgie, brandwonden, reconstructieve chirurgie, aangeboren afwijkingen. Maar al deze specialismen zijn in Cuba herverdeeld. Dus als je daar plastisch chirurg bent, dan ben je plastisch chirurg slechts in één bepaald gebied. En dan is het ook nog de vraag, waar ben je opgeleid? Want ook dat maakt uit. Er zijn kennelijk kwaliteitsverschillen tussen de verschillende opleidingen. Dus dat betekent dat de mensen die er komen, als zij nu ook nog het geld meenemen, dat heeft niet te maken met onze broodvrees, maar dan blijft er minder over. Het is een dooddoener om ons te zeggen van, of ons te verwijten dat het gaat om broodvrees. Maar wij zien nu aankomen dat er onnodig geld gaat naar het buitenland. Deze mensen moet je 4 keer zoveel betalen als wat er staat in de kranten. Daarnaast hebben ze tegemoetkomingen in vervoer, huisvesting en dat soort dingen. En daarom gaan ze naar het binnenland. Bied dat aan die Surinaamse arts. Dezelfde omstandigheden. En ik denk dat er een heel andere situatie ontstaat. Dus wanneer het om geld gaat, dan is er altijd een pijnlijke situatie die dreigt. Omdat men het idee heeft van ja, die dokter moet zijn mond houden, want hij verdient aan mijn leed. Alsjeblieft, laten we dat niet doen in Suriname. De mensen die er zijn, met alle middelen, die doen hun uiterste best. En als er 1 of 2 zijn die het op een iets andere creatieve manier doen, dat is overal zo. En die mensen, want ik zeg het meteen heel duidelijk, daar hebben we onderling al behoorlijk veel aan regulatie gedaan, zodat het niet gebeurt. Maar waarom gaan we niet, want het gaat om geld, broodvrees, ook van de verzekeraars? Hoe komt het dat er zoveel geld gaat naar het staatsziekenfonds? En dat de minister van Financiën zelf zegt, ook dat begrijp ik niet. En dat er zo weinig naar de zorg toe gaat. Wij hebben het idee dat de geldstromen op een andere manier gaan dan zou moeten gebeuren. Althans, de indruk die er wordt gewekt dat wij normaal en volledig worden betaald, is niet zo. En als men dat zegt en het is niet zo, dan is er kennelijk ergens een discrepantie. P. Amoni D. Zijn specialisten onderbetaald? Ik had het net al over het tarief waarvoor we het doen nu op dit moment, wat allang niet meer actueel is. Er zijn specialismen die beduidend minder krijgen dan het gemiddelde, zoals de anesthesiologen. Waarbij men zich niet realiseert dat als die anesthesioloog denkt van weet je, ik ga hier weg, dan kunnen we geen gas geven, dan hebben we geen intensive care meer. Dan stopt de chirurgie, dan stopt de interne geneeskunde. En dat is wel een feit. Dus
Wat we ook niet willen hebben, is dat dezezelfde anesthesioloog denkt, het is misschien handiger om rijst te gaan planten of om met drukke zand te gaan rijden. Wat niet vreemd is in de medische stand, dat is gebeurd eerder. Dat is dom, dat is zonde. We zijn onderbetaald, dat zeg ik ook. Want de vergelijkbare inspanning die wij leveren ten opzichte van andere groepen in deze samenleving, dan zijn we zeker onderbetaald. En toch is dat niet primair waar we over klagen. Wij willen dat we in staat worden gesteld om ons werk te doen. Om dat werkplezier te behouden. Alleen, het wordt steeds moeilijker. Staat de VMS en de minister op één lijn? Laat me het voorzichtig zeggen. De VMS heeft een bepaalde lijn in de loop van de tijd uitgezet in samenspraak met alle mensen in de zorg. Dus ook verzekeraars, zeker het SZF. En zeker het ministerie van Volksgezondheid. Het is zeker niet dezelfde lijn als deze minister. Met de vorige minister van Volksgezondheid waren we voor een aantal dingen toch op één lijn. Ook met betrekking tot de komst van Cubaanse artsen. Met betrekking tot een elektronisch patiëntendossier. Met data verzamelen. Met zinvolle behandelingen. Enzovoort. Dat is jammer genoeg verlaten. Daar hebben we ook voor gewaarschuwd. Maar de lijn die er inderdaad op dit moment wordt uitgezet bij Volksgezondheid, ik denk niet alleen de minister is, die is in elk geval niet de lijn die wij volgen. Dus inderdaad, we zijn niet op één lijn. Dank u wel, meneer Vakko. Geen dank.